Het is 25 september en vanavond neemt Ajax het op tegen FC Volendam in het bekertoernooi. Daaraan voorafgaand wordt er stilgestaan bij het overlijden van oudspelers Arend van der Wel en Gerry Muren. Frank de Boer haalde vandaag zelf ook nog wat herinneringen op aan de Volendammer. Ik kon altijd goed met hem opschieten om over voetbal te praten. Ik ben zelfs nog een keer met hem mee naar het spelen gaan kijken in Spanje. En nog toen een rondje met hem meegelopen 's ochtends. Hij liep echt elke ochtend. Dat was ook goed voor hem, want hij had een hele lage hartslag. Dus moest voor de dokter na zijn topsportcarrière altijd in beweging blijven. Nou, hij was op een topfit altijd. En echt een liefhebber. Gaf hem ook altijd sms'jes als het ook minder ging, maar ook als het goed ging. Heel fijn persoon. Vandaag is het bovendien 5 jaar geleden dat Ajax het thuis opnam tegen FC Utrecht. Het duel in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi werd beslist door doelpunten van Luis Suarez en Klaas-Jan Huntelaar. Voor de Hunter betekende het zijn 100ste doelpunt in het shirt van Ajax. En vandaag feliciteren we Ray Clark met zijn 61ste verjaardag. De Engelse spits kwam in 1978 over van Sparta naar Amsterdam. Hij bleef slechts 1 seizoen bij de club, maar presteerde uitstekend. Hij scoorde 38 doelpunten in 44 wedstrijden. En ook Tijani Babangida is jarig vandaag. De Nigeriaan feliciteren we met zijn 40ste verjaardag. Baba kwam in 1996 over van Roda JC en bleef 5 jaar in Amsterdam. Vooral in zijn tweede seizoen bij Ajax maakte Babangida indruk. De rappe buitenspeler scoorde in 33 wedstrijden 15 keer. In het jaar 2000 vertrok Babangida naar het Turkse Genk Klarbirkli. En tot slot nog een keer Frank de Boer, nu over tante Sien, oftewel Sien van Spellen, die eergisteren overleed. Zij beheerde het spelershome in Stadion de Meer van 1975 tot en met 1994 en was een geliefde verschijning binnen de club. En ook over haar haalde Frank de Boer vanochtend warme herinneringen op. Ja, tante Sien is voor onze generatie een begrip natuurlijk. Of het nou de Vlaaflip was of het broodjebal op Voorland, zeg maar. Tenminste, in de Watergraafsmeer. Ja, was zo'n lief mens. En toevallig hadden we, ik weet niet hoe lang geleden, maar had ik het nog gezien in het spelerszoon bij ons. En zag er heel fit uit eigenlijk. Ze was dan wel volgens mij 78. Maar ze zat er heel fit uit. Dus het was dan ook een vrij grote schok dat je opeens hoorde dat ze er niet meer is. Dat is heel jammer, want het was echt ook een heel warm mens, fijn mens.